Ik ben echt keihard gaan. Echt, ik meen het. Ik voel nu gewoon nog dat ik moe ben van die avond. Echt, ik voel het gewoon nog. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik zal eigenlijk vandaag een beetje praten hoe dat ik mijn nieuwjaar heb gevierd. Hoe dat ik eigenlijk de nacht van mijn leven heb meegemaakt. Hoe dat ik eigenlijk mijn jaaroverhang heb beleefd. Ik zal eigenlijk gewoon een beetje praten over nieuwjaar. Hoe dat ik mijn nacht heb beleefd. Dus hopelijk vind je dat een klein beetje leuk. Geef dat blauw duimpje omhoog. En ik zou gewoon zeggen, geniet van mijn video. Ik wil jullie eerst en vooral zeggen, hopelijk hebben jullie een heel leuk nieuwjaar gehad. Hebben jullie de beste wensen gehad. Hebben jullie een hele leuke avond gehad met jullie familie. Of zijn jullie ook uit geweest zoals mij. Of hebben jullie leuke cadeautjes gekregen. Gewoon dat jullie een hele leuke dag hebben gehad. Mijn nieuwjaar was al sinds echt de nacht van mijn leven. Echt, ik voel het gewoon. Ik heb superveel meegemaakt. Ik heb gedanst met mensen die ik zelf niet ken. Maar ik zal gewoon mijn verhaal gewoon doen volledig. Alles begon eigenlijk om 11 uur 's avonds in het station van Brugge. Daar had ik eigenlijk afgesproken met mijn vrienden. En om 11 uur was ik daar dus. Om 11 uur was ik bij mijn vrienden. En ik zag eigenlijk van de verte dat mijn vrienden eigenlijk een soort aperitiefje mee hadden. Ze hadden een aperitiefje mee voor mee in de stemming te komen. Ze hadden een fles martini mee. Gewoon zo'n grote martini fles rosé. En ik kan jullie zeggen, dat heeft echt de sfeer opgebouwd tot en met. Dus om 11 uur 30 was het nog altijd in het station. Omdat mijn vrienden zo elkaar aan het zoeken waren. En ze hadden zo nog afgesproken met mensen, met andere mensen. Dus we moesten een beetje wachten in het station. En ik zei tegen mijn vrienden om 11 uur 30. Yo, ik ga hier niet in dat station mijn nieuwjaar vieren om 12 uur. Ik moet zijn op een plaats waar superveel mensen zijn. En waar dat een beetje plezant is. Want ik ben zo'n guy. Als ik op een feestje ben. Ik ben die amazing guy. Bijvoorbeeld als Habiba is. Dan zing ik echt over heel de ruimte. Maar echt, ik meen het. Al de mensen kijken dan naar mij. En echt, alle mensen zeggen dan van wow, die weet hoe. Als bijvoorbeeld Habiba speelt, dan zit ik daar van Habiba, Habiba, yay. Kort gezegd, ik zing gewoon mee met elk liedje en mensen kijken dan zo naar mij van welke rare zit er hier naast mij. Ik ben zo die echt zo die guy die er echt mee in gaat, snap je? Dus eindelijk, om 12 uur waren we eindelijk een café al binnen gegaan en om 12 uur was zo dat aftellen van Happy New Year. En echt, ik ging keihard. Ik heb waarschijnlijk die avond meer dan 400 mensen een knuffel gegeven. Die hand heeft echt elke seconde echt een hand gegeven van yo man, Happy New Year. Have a nice year. Enjoy your time. Enjoy of every second. Ik zei echt tegen iedereen op straat, Happy New Year. Hopelijk heb je een fijne tijd. Geniet echt van elke seconde. Zelf tegen een Engelsman heb ik heb zelf tegen een Engelsman gepraat. Ik heb zelf met Turken gedanst, met Marokkanen, met een Albaniër of I don't know hoe dat dan noemt. Ik heb gewoon maar echt met elk soort mens heb ik gedanst. Echt zo hek gedanst. Zo echt zo yeah. En dan meen ik echt dat ik gedanst heb met iedereen. Ik ben elk café binnengegaan dat er maar kan zijn in die stad. Echt heen zeven. En het leukste is als ik over straat loop, de mensen van Brugge. Ik weet dat ik wel een beetje gekend ben in Brugge, maar ik wist niet dat, yo, ik wist niet dat iedereen mij kende van Brugge. Echt, wow, hoeveel mensen dat tegen mij hebben gezegd van, hé, jij daar, ben je niet die vlogger, ben je niet die YouTuber, heb je je camera meegenomen? Echt zo die typische YouTube-moppies heb ik allemaal gehoord die avond. Ik was zo keihard aan het gaan in een café en die barman zei zo tegen mij van, heb je niet je camera meegepakt voor een YouTube-video te maken? Dus heb je zo, maar al bij al was het echt een hele leuke avond. Ik ben die avond zelf om 2:40 heb ik een frietje gestekt bij een Chinees. Ik ben gewoon een Chinese frituur binnengegaan. En die Chinees was zo'n beetje raar aan het kijken. Ik zei gewoon tegen die guy van, geef mij 2 pakjes kippenvingers. Want kippenvingers, dat is echt legendarisch. Ik weet niet waarom, maar kippenvingers zijn zo lekker. Echt in 3 minuten waren die op. Maar het probleem was, ik had ook een beetje gedronken die avond. En snap je, als je zo eet en kippenvingers eet. En als je dan zo een beetje springt, dan voel je dat zo allemaal bewegen. Dus ik moest bijna barfen. Barfen is spugen. Maar een beetje grappiger is barfen. Dus ik moest bijna spugen die avond. Maar het was niet gebeurd. Ik ben echt keihard gaan. Echt, ik meen het. Ik voel nu gewoon nog dat ik moe ben van die avond. Echt, ik voel het gewoon nog. Ik heb vandaag heb ik geslapen tot 3 uur. En ik zeg het jullie. Mijn ritme, mijn slaapritme is volledig. Maar echt volledig naar de kloten. Ik zie dat mijn camera plat valt. Dus ik kan elk moment wegvallen. Maar ik kom nog terug. Wat heb ik nog gedaan? Ja. Mijn strikje van mijn hemdje was losgekomen. En als je rondloopt met een hemdje, dan moet je gewoon een strik hebben of een das. Want er is geen optie voor je strikje af te doen. Maar mijn strikje was zo schuin en was los. En ik zeg het jullie, een strikje, dat is fucking ingewikkeld voor dat zo aan te spannen. En echt, yo, mijn vrienden wisten gewoon niet hoe dat moest. Dus ik ben gewoon random naar mensen gaan van, heb gevraagd aan mensen van, hey, weet je hoe dat je zo strikjes doet? Iedereen zei zo toevallig nee.
Tot ik een meisje heb gevonden en dat meisje kost dat toen met haar vriend. Yo, die hebben 20 minuten bezig geweest voor een strikje aan mijn hemdje vast te doen. Die hebben tutorials opgezocht op YouTube van hoe dat zo'n beetje werkt. Maar al bij al was het allemaal opgelost. Ik was gewoon die guy terug met mijn strikje. Het was allemaal dik in orde. Ik heb vrienden gemaakt. Ik heb knuffels gegeven aan mensen die ik zelf niet kende. Ik heb Engels gesproken. Echt, normaal gezien spreek ik nooit Engels. Ik heb gedanst met alle mensen van de origines. De Marokkanen, Turken, Nederlanders, Fransmannen. Echt met iedereen. Echt met iedereen. Echt, ik meen het echt. Wow, die avond legendarisch. En als ik er nu zo over spreek, jullie zien gewoon die glimlach omdat het zo echt waar is. Snap je? Ik ben naar een Chinees geweest voor frieten te gaan halen. Het was gewoon een hele leuke avond. Het was echt een topavond. Ik heb mij echt geamuseerd die avond. En ik wil eigenlijk weten wat jullie hebben gedaan voor nieuwjaar. Wat jullie eigenlijk hebben gedaan op nieuwjaar. Dus zet gewoon een keer een comment wat jullie hebben gedaan. Nieuwjaar. En ik heb het alvast heel leuk gevierd. Hopelijk is dat volgend jaar ook terug zo leuk en zo vet. Ik zeg het jullie, die aperitief, die martini heeft het echt wel volledig gemaakt. Op die avond konden we ook gratis rijden met de bus. Dus dat was ook veel makkelijker voor overal toe te komen en voor overal te zijn. We moesten niet stappen. Ik had wel echt super veel zeer aan mijn voeten de dag erachter. Ik had geen kater. Het was gewoon leuk, snap je? Het was leuk, het was gezellig. Het was gewoon de sfeer dat iedereen wilde hebben op nieuwjaar. Gewoon die love. En echt, ik snap gewoon niet hoe dat ik zoveel ben erkend geweest die avond. Echt, geen zever. Ik stond zo op een moment bij je buskotje en iedereen kende mij daar ook. Zo ze zeiden van, hey, jij bent die Wouter, jij bent die YouTuber. Ik zei zo van, ja man. En ik weet niet, dat is gewoon leuk dat je zo herkend wordt op straat. Dat is gewoon, ja, een leuke vibe. Als er één regel is die echt klopt en echt waar is, dat is, je moet niet dronken zijn voor plezier te hebben. Echt, ik kan perfect met een colaatje of met een watertje de nacht van mijn leven meemaken. Want ik ben niet zo die drinker. Ik kan niet zo goed tegen pintjes en ook niet tegen bier. Gewoon, als ik 4 pintjes drink, echt, geloof mij, dat is meer dan genoeg voor mij. En snap je, dan heb ik gewoon die tijd van mijn leven. Echt, ik meen het. Echt waar. Als jullie ooit een keer uitgaan, je moet gewoon een keer zo een meisje vastnemen. Of gewoon een keer zo een keer samen met een jongen dansen of zo. High-fiven of zo. Aan mensen die je niet kent. En gewoon een beetje, ja, proberen grappig te doen tegen mensen. En dan heb je gewoon die goeie avond van je fucking leven. Ja, dat is het gewoon. En achteraf moest ik natuurlijk ook met de trein terug naar huis. Ik heb de trein teruggepakt om 7:52 van Brugge. Ik was dan om... Nee. Om 6:52 heb ik de trein teruggepakt. En om 7:00 was ik in Blankenbergen. Ik heb dan ook gewoon echt gedaan alsof dat het... Ja, alsof dat de dag is begonnen. Ik ben naar de bakker gegaan achter brood. Ik heb een broodje gegeten die morgen eigenlijk nog met een lekker soepje. Dus kort gezegd, mijn dag was gewoon echt wel compleet. Ik ben dan wel terug in mijn bed gaan liggen en ik heb heel de dag geslapen. En ik was echt getriggerd eigenlijk. Want als ik wakker werd, dan was het zo opeens weer nacht. En dan heb ik zo gelijk de dag overgeslaan. Eigenlijk heb ik die dag eigenlijk heel licht gezien. En ik zeg jullie, dat is echt raar als je zo in de nacht nog altijd wakker bent. Dat je zo wanneer het licht wordt gaan slapen. En als je zo, wanneer het terug donker wordt, kom je wakker. Echt, dat is echt een raar gevoel in je hoofd. Dan ben je echt zo getriggerd. Dan weet je zo niet wat er gebeurt. Maar oké, het was gewoon een leuke avond, een leuke dagje. Het was gewoon een leuk avondje, een leuk dagje. Ik zou gewoon zeggen, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Geef zeker een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker. Volg mij ook op al mijn sociale media. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Blauw duimpje omhoog. En ik zou gewoon zeggen, hopelijk zie ik jullie bij een volgende video. Ik zie jullie gewoon zo snel mogelijk terug. Ciao, ciao.